Yo mensen, Jaroski hier, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Mirage. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want de vorige keer hebben we admiraal Nadir en generaal Yasur uitgeschakeld. En moeten wij nu aan Fulat gaan vertellen wat er is gebeurd, maar heb je er nu weer zin in? Ram er natuurlijk uit, blijkt hem straks super gaaf vinden. En beetje bij beetje komen we dichter en dichter bij het hoofd van de orde. Wait, Ali. Let us hear from Basim first. Were you successful in your tasks? General Yasur and Admiral Nadir are dead. Did you find anything to identify Al-Mardekhwar? Not exactly. General Yasur was commanded to meet Al-Mardekhwar at the Great Garrison. It seems his past finally caught up with him. Admiral Nadir was questioned about missing supply shipments meant for the Turkic military. Al-Mardekhwar was not happy. So, Al-Mardekhwar is at the Great Garrison overseeing supplies for the Turkic mercenaries. There is only one officer of sufficient rank who fits. Warlord Wasif at-Turki. Wasif? This makes sense. There are few others who could have taken Beshi. Beshi has been taken? Oh, he never shit! Came back. Wasif just returned from an excursion for the Khalifa, and is at the garrison. If he has Beshi, that is where he will be. Then that is where I am going. Wasif controls half of Baghdad. If we challenge him and fail, it could start a war that reaches even Alamutz. You need Basim. Fine. I will meet Basim near the garrison before I move, but do not take long. I am finished waiting. Ik kom er zo snel mogelijk aan. Enter the great garrison and kill Wasif. He must not escape, and it must look like Ali did it. The safety of Alamut depends on it. It will be done. Wij moeten het laten lijken alsof Ali achter de moord zit, zodat de juiste persoon de credits krijgt. Maar wij hebben een naam, wij hebben een locatie, wij hebben een gezicht. Dus we kunnen overgaan op de assassination. Ik ren zo snel mogelijk naar Ali toe, want ik ben bang dat als we hem laten wachten, dat hij zelf op actie overgaat. En we weten dat dat niet al te best gaat als hij op een moordtocht is. Dus ik moet aan de andere kant van dit gebouw zijn. Hij staat ook al op ons te wachten. Maar kijk, het fort voor ons. Dat is geen kleintje. En wie ben je om me te zeggen wat ik kan en kan niet doen? Er is meer aan stake hier dan je pride, Wasif. We walk a narrow path. Enough! Take care what you say when we next meet, Governor. I will not suffer such insult twice. That's Wasif and Baghdad's governor, Muhammad ibn Abdullah ibn Tahir. He gave Wasif an order. The warlord did not like it. The governor of Baghdad has no authority over the warlord. Nay. Unless, could he also be with the order? Muhammad? I don't believe it. He is not just governor. He is a poet and a scholar. The man has spirit. I hope to make him an ally. Well, I hope you are right. Wasif is enough to deal with. I just have to find a way inside the garrison. One of the stewards inside is loyal to me. Kijk. Find him near the cookhouse. When he sees the red sash, he will help you. What will you do? I will find Beshi and then free other rebels being held in the prison. Wasif, I leave to you. Ali die gaat dus Beshi bevrijden, want die zit hier ook gevangen. En wij hebben al een weg naar binnen. Warlord. Maar het gaat moeilijk worden. You cloak yourself in the Khalifa's colors so you can kidnap and kill at will. You are a plague upon the land. Its soil is red with the blood of those you have butchered. All because they sought their freedom. Or because you feared they would. You think yourself untouchable, surrounded by your soldiers. But we will storm the garrison. Free Beshi. And
See your reign of terror end. De warlords zijn acties stoppen vandaag. Maar het lijkt mij wel het slimst om eerst alles te gaan spotten. Met Enkidu. Do not look climbable. I will have to find another way in. Want we gaan niet op die muren kunnen klimmen. Dus als we hier buiten kijken, staat het letterlijk helemaal vol met wachters. En de patrouille ook nog wachters heen en weer. Er staat ook nog een marksman op het dak. The warmest of receptions. Dus ik ga heel even op de kaart kijken of wij bij de cookhouse kunnen komen. En het lijkt me dat die aan de rechterkant moet zitten. Want daar zit dus iemand binnen die Ali kent. Ik kan niet gewoon in clear sight de wachters uitschakelen. Want dan gaan de burgers zich ermee bemoeien. Dus wat wij doen is we gaan via deze muur naar het fort. Want via hier kunnen we makkelijk binnenkomen. Hey! Die is neer. En ik moet daar bovenop zien te komen. Want het eerste doel is die marksman uitschakelen. There is a steward here loyal to Ali. He will be somewhere near the cookhouse. Ja, maar waar? Ik schakel eerst even de boogschutter hier uit. Want we weten nog niet waar die steward is. Niet hem naar beneden laten vallen, alsjeblieft. Oh! Ik kan je zeggen, dat was niet mijn bedoeling, maar er is nu niks meer aan te doen. Voordat wij verder gaan, dan ga ik eerst even onze skillpunten gebruiken, want die gaan nu heel goed van pas komen. Want als wij onze focuscapaciteit met 2 verhogen, dan kunnen we dus 5 targets achter elkaar uitschakelen. Die kost 3 skillpunten om vrij te spelen. En als wij dan ook nog eens de focus boost kopen, wordt onze focusbalk sneller bijgevuld. En die kost 4 punten om vrij te spelen. Ze zijn meteen al onze punten weer op. Maar dan gaat het wel iets gemakkelijker worden. Dus we gaan hier naar beneden. En dan moet ik op een manier hierachter zien te komen zonder gezien te worden. Where there is a key, there is a lock or a gate. En hier staat onze steward. You are Ali's man? I saw your red sash. Kijk. We must be quick. Wasif is in the inner garrison. I can get you through a side entrance, but we cannot be seen together. Follow me at a distance and stay out of sight. I understand. Tell me when you're ready to go. Ik ben nu al ready to go en we mogen dus niet gezien worden, maar we moeten hem wel gaan volgen. Dus dat moeten wij doen via de struikjes, via de hooibalen, via alles wat wij kunnen vinden. Alright, let us go. I will walk in the open to avoid suspicion. Follow me at a distance and stay in cover. Ik ga mijn best doen. Try to stay in the shadows. Have you heard those screams? It's like ghosts or something. Ik weet niet waar hij naartoe gaat lopen. Something's happening down there that isn't. I heard the same thing at Damascus Gate. Hey, you don't want to. En ik moest hem uitschakelen, want anders kwam ik niet verder. Dus die ligt nu lekker te slapen in de bosjes. You and me both. My patrols will be shorter for one thing. Maar waar gaat hij naartoe lopen? Hij loopt daar naar rechts. Dus ik hoop, ja, dat ik via hier verder kan komen. Maar waar gaat hij naartoe? Er staan daar 5 wachters op een rijtje. Oh nee, ik moet hier langs. Dat houdt in dat ik de wachter hierboven moet uitschakelen. En dat houdt ook in dat ik nu te werk moet gaan. Ik laat hem hier gewoon liggen. Wij kunnen via hier verder lopen. En misschien dat ik het nu zelfs hoger op moet gaan zoeken. En ik blijf zo geborgen als ik kan. En dan gaat hij hier naar rechts. Zie je, het is goed dat we het hoger op hebben gezocht. This is the barracks. Wasif's room is probably further inside. Hij loopt nog door, hoor. Ga
Gaat hij naar rechts of niet? Volgens mij wel, hè? Hij gaat daar naartoe. Oké, dat gaat heel moeilijk worden. Ik denk dat het slimste is om hier naar beneden te gaan. En dan heb ik een manier om hier verder te komen. Let goed op. Dit gaat een beetje risicovol worden, maar ik weet het anders ook even niet. Op die manier zijn we er. Dankjewel. Wij zijn binnen. En deze gangen moeten ons naar Warlord Wasif leiden. En het is echt handig dat we voor deze keuze hebben gekozen. Want anders kwamen we er op geen enkel mogelijke manier. The warlord is arriving and will tolerate no disorder. Wie is dat? Is dat Beshi? Wie is dat? Better. The heft is good. The balance too. The hilt is good. Kut, is better. Whoever bears arms against us is not one of us. You chose the wrong side, my friend. Judgment belongs to Allah, not you. Ik denk dat we te laat zijn, hoor. Ik weet zeker dat we te laat zijn. Kijk hoe die het doet ook! It's still sticking. Make the blood grooves deeper. Ali is ook te laat. Time to put the dog down. Ik denk dat het verstandigste is dat we Ali gaan helpen, want hij gaat dit ook niet in zijn eentje kunnen doen. Dus daar gaan we. Wat een motherfuckers, jongen. Dit is wat je ervan krijgt, mensen. Goed bezig, Ali. We werken nu samen. En we hebben hem al. Alsjeblieft. Dit is jullie verdiende loon. Waar is de warlord naartoe gegaan? Beshi, dat gaan we niet meer kunnen redden. We should free the others. Then you can lead your men outside. I will deal with Wasif. Outside? Don't be foolish. This is the perfect beginning. We are going to pull this place down. Hij is boos? Wow. We laten hem maar even zijn ding doen. We gaan ons er verder ook niet mee bemoeien. Maar wij moeten deze kant op. Want hier zit er een gevangene, maar... Oh, die deur is op slot. Dan gaan we de gevangene niet zomaar kunnen bevrijden. Dus ik ga wel even Enkidu onroepen, want... Oké, ik heb de sleutel al gespot. Het duurde maar heel even. Maar we hebben de sleutel gespot, alleen de vraag is... Hoe gaan we hier ooit naar boven kunnen komen? Ik zie hier een trap. Dus via daar kunnen we weer terug de muur op. En ik hoop ook... Ja, dat we via hier helemaal bovenop kunnen komen. Daar staat de marksman. En dat is degene die steeds op Enkidu zit te schieten, dus... Hey. Nou, weet je, het maakt me ook niet meer uit als ik gezien hoor. Het maakt me helemaal niet uit. Oh, ze komen naar boven toe. Oh, kijk, die gast met die sleutel die komt ook gewoon naar boven toe. Dat is perfect dit. Hij fluit, maar dat is ook niet erg. Focus, Bas. Ik focus. You can't take me. Wow, yo, je moet echt oppassen voor die. En ik wil eigenlijk die grote zo meteen even laten slapen. Want dat is namelijk onze beste optie. Dus op die manier slaapt er al één. Die heb ik meteen ook uitgeschakeld.
die manier slaapt er nog één. Die heb ik ook meteen uitgeschakeld. En die bommetjes zijn handig hoor, maar pas op. Die is ook uitgeschakeld. En dan hebben we nu alleen nog die grote waarmee we moeten dealen. Maar... dat moet iets vies zijn. We hebben hem al bijna. Hij is ook degene met de sleutel. En hij is neer. Alsjeblieft. Het ging niet helemaal volgens ons plannetje, maar... wij hebben de sleutel en dat is waar het om gaat. En oh, oh, kijk eens wie er daar lopen. Hallo, hallo, hallo allemaal. Now to release the others. Die rookbommen zijn zo ontzettend sterk op dit moment. Ali die helpt ons automatisch. Oh, pas op. Ook mee. En dat mesje deed helemaal, helemaal niks. Maar dankjewel Ali. Dit is teamwork. Dan kan ik hem namelijk in zijn rug aanvallen waar hij geen armor heeft. En dan is ook hij alweer uitgeschakeld. Het gaat steeds soepeler hoor. Dan kan ik nu de gevangenen bevrijden, want we hebben de sleutel. Dus kom eruit jongens. Your men are free. Now I must find Wasif. There's a signal fire just above here. Once lit, it will raise an alarm throughout the garrison. The guards will come to us. Kijk. And I will find a way into his room while he is alone. All right. I will light the fire. Do not forget our agreement. Nee. Wij zijn de deal zeker nog niet vergeten, want we moeten Ali er met de eer van door laten gaan. Oftewel, we moeten het laten lijken alsof Ali Warlord Wasif heeft uitgeschakeld. Maar om alle wachters naar buiten te lokken, gaan wij hier de beacon aanzetten. En dan zullen ze daar allemaal op reageren en ook allemaal naar buiten komen. Dus steek hem eraan! En die brandt goed hoor. Ja. Dat is de bedoeling. Hij hoeft niet eens iets te zeggen. Ze gaan er gewoon voor. En nu moeten wij naar binnen sneaken. Dan laten we maar gewoon vechten. Ik hoop dat de doorgang nog open is. Yes, sir. Ik weet alleen nog niet hoe we daar binnen moeten komen. Maar ik denk dat ik gewoon weer dezelfde trap gebruik. Want de deur waar de soldaten uit zijn gekomen, die zit namelijk nog dicht. Die hebben ze weer vanaf binnen gebarricadeerd. Wat op zich volkomen logisch is. Maar misschien dat wij hier via het balkonnetje wel binnen kunnen komen. En anders via de andere kant. Want deze is open, dat dacht ik al. Hij doet het heel stilletjes, zodat niemand het hoort. En hij gaat ervoor. Wij zijn binnen en Wasif heeft nog niks door. Take this down quickly. The Zindiq Ali and his rebels have attacked the garrison. Request reinforcements. Seal the letter. When the door is breached, find a way through and deliver it to the Khalifa. On your life. Yes, Saidi. Hij is nu helemaal alleen. Dit is perfect. Ik moet even kijken of wij aan de andere kant kunnen komen. Composed and silent, even when trapped. Elmer de Guar indeed. En we pakken hem via hier. We staan recht boven hem en
We schakelen hem uit. Woehoe! Alsjeblieft. Je verdient de loon. A feather. Isn't that ironic? Was it taken from an eagle who fell out of the sky? A symbol of freedom. A word you did not use often. And never will again. Oh. So this is freedom. Yet, I do not see any way out. Ik ben nu ook heel benieuwd of de nachtmerrie nog steeds achter ons aan zit. Want de assassination is gelukt. Maar... de nachtmerrie blijft doorgaan. Wij weten de afspraak. Ali gaat er met de eer vandoor. En dat is ook gebeurd. We will have to fight our way out. Our revolution begins now. With me. Kom maar op. Vechten kunnen was de beste. En... oh, ze zijn wel met heel veel. Ik zet ze meteen allemaal in de fik. We hebben er al veel minder last van. En dan hebben we deze wel allemaal uitgeschakeld. Goed bezig. Follow me. Stay close. Is this what you mean by freedom? Brawling our way out of a garrison. Ik weet niet wat er met onze outfit is gebeurd. Maar volgens mij stonden we zelf ook weer in de fik. Maar hij is weer terug veranderd van kleur, dus dat is mooi. En een beetje op je hoorn blazen, vriend. Ik dacht het mooi. Is even niet. Auw, auw, die deed pijn met mij. Het is echt even hack en slash werk. Pas op, ik heb hem goed afgeweerd. Oh, we made it. That was close. Not close. Inevitable. Zo, hem even optillen. Die ligt namelijk op de grond, maar pas op, pas op, pas op. Dank je. Ga maar met vuur blazen, vriend. Je staat nu namelijk in de fik erdoor. Of niet, hij kan er tegen. Hij slaapt, hij slaapt, hij slaapt. Kijk uit hoor, hij is neer, hij is neer. Oh yo, wat een teamwork is dit, joh. Dit is echt oprecht gekke werk. Let us go out the same way we came in. Oh no, my friend. We are leaving through the front gate. Hij wil door de vooringang naar buiten. Puur zodat iedereen ziet wat wij hebben gedaan. Dit was gekke werk. Met een hele groep, hè. This is a good day. I will meet you at the bureau.
begins. We will have freedom or death. God is great. There is no God but God. God is great. There is no God but God. God is great. There is no God but God. Dit was echt een bizar gevecht. En bijna iedereen is er levend uitgekomen. Behalve Bestie. We waren namelijk net te laat om hem te redden. Maar daar is nu niks meer aan te doen. Het was een goede gast. Maar wij gaan nu terug naar Fulat. Om hem over dit allemaal te vertellen. En dan hoop ik dat wij achter de leider van de orde kunnen aangaan. Want we hebben nu alle gebieden om de Round City heen bevrijd. If you mention the cat, he will come. And here he is. Go softly. Come softly. So the cat does not gore you. You have honored your word. Wasif lies dead, and all who hear of it hear of me. I regret we could not save Beshi. He was a brave man. Already they tell his story throughout Baghdad. He will free more by his death than he did in life. Freedom has a price. The only question is whether we will pay it. Beshi was proud to. I have much to do. I would wish peace upon you both, but we know that is not in your future. Nor mine. Fair enough, Ali. I fear Ali is right. Fair enough. Nothing will stop his rebellion now. Maybe nothing should. The things he says. At the garrison, we saw Wasif arguing with Governor Muhammad ibn Tahir. Muhammad? That is odd. I will keep eyes on him. Ik weet niet of we Ali helemaal kunnen vertrouwen, maar er is nu niet meer heel veel aan te doen. Maar... Basim? Dat was wel een hele, hele erge nachtmerrie. Basim. I cannot keep them waiting. Are they aware, your companions, that their hunter is hunted in his sleep? If it were in my sleep alone, I could bear it. But it followed when I fled Anbar. Now it stalks me when I slay those I hunt. The ones from the palace, in the masks. Four are dead at my hand. The last, the head of the snake. We'll join them soon. Why slit its throat when you could loosen its tongue? What? Why would I? The Jinni only struck in sleep. It never dogged you by the day until you reached into that chest. The masked ones prize what lay within. The ancient object that woke at your touch. They may hold more answers living than dead. I hunt my enemies. I do not break bread with them. I took an oath, Nihal. How can you hunt when you are hounded? If you could walk the dark unburdened, you could better serve the light. I stay my blade from the flesh of the innocent, not from the order of the ancients. If you will not ask your foes, then at least ask your friends what slept in that chest, and why they sought it. Nehal heeft elke keer een punt, maar Basim die wil maar niet luisteren. My companions wait for me at the Harbiya Bureau. Clear your mind, Basim. Hij zal wel moeten. Focus on the task before you. De nachtmerries worden echt erger en erger, maar... Ze zijn er alleen in zijn dromen, maar ze zijn er ook elke keer... ...waarin we iemand van de order assassinaten. Dus hoe dit verder gaat, daar gaan we de volgende keer achterkomen. We moeten weer terug naar het Hidden One Bureau om achter het hoofd van de order aan te gaan. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken, heel erg bedankt allemaal voor de support. We zijn morgen meteen weer terug met een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Mirage. Zoals altijd en elke keer weer opnieuw, hoop ik ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.